Kun je sneller fietsen op een lichte BMX-fiets? Wat is het verschil tussen padden en kikkers? En kan je van alle smaken ijs maken? Je kijkt naar Willem Wever! Benen erop. Zo, rekken. Been recht. Maar dat is belangrijk. Even een goede warme hup vooraf. Ja, anders lopen we blessures op. Ja, dat is wel belangrijk, want ik heb het gezien. Het is niet mis. Nee. Zo ver mogelijk moet je zo en dan kijk je met je arm mee. Moet je dan even het is nog vroeg, hè? Ja, nee, trek. Dit is Willem. Hij is 11 jaar. Hij houdt van snelheid, actie, sensatie en kijkt graag naar Formule 1 races. Af en toe speelt hij DJ en hij is supporter van Feyenoord. Zo. Hey, maar dit is even een stijlstukje. Ja, maar dat moet ook. Moet zo snel mogelijk weg. Nou, we gaan dus BMX'en vandaag, hè? Ja. En dat heeft alles te maken met jouw vraag. Ik ga dus die baan over met jou. Jij hebt het al vaker gedaan. Ja. Maar vertel eerst even je vraag. Zet ik een snellere tijd neer als ik met een lichtere fiets BMX-fiets fiets? Oké, en dit is jouw echte fiets? Ja, dat is mijne. Want hoe zwaar is die? 8,7 kilo. Het is licht, man. Dit is al een heel licht fietsje. Ja. Maar er zijn dus lichtere fietsjes. Ja. Nou, ik zou zeggen, ik daag je uit. Heb je nog tips? Probeer niet te vallen en probeer niet gelijk te van ik kan dit wel. Want zo ben ik ook begonnen. Dat ging zo ook al een paar keer mis. Dus. Zo. Willem? Dit is even wat, zeg. Ja. Hey, maar we gaan even terug naar de basis. Jij denkt dat als je een lichtere fiets hebt, dat je dan sneller gaat, hè? Ja. En weg is die. Om te kunnen testen of Willem met een lichtere fiets straks sneller is, moeten we eerst een richttijd neerzetten. Willem rijdt een rondje volle patat op zijn eigen fiets. Je zit op 30 seconden. Kom op, Willem! Kom op, kom op, kom op! Wauw! Wat denk je? Oh. 48 seconden, man. Hé, hey, en dat is op een gewoon fietsje. Dus we gaan even op pad. Willem hier heeft net een geweldige tijd neergezet op de baan in Apeldoorn. Superman. Hij had het in 48 seconden gedaan. Netjes. Maar ja, hij wil graag weten hoe dat nou zit met de fiets en of een lichtere fiets nou die tijd gaat verbeteren. We kunnen hem sowieso een stukje lichter voor je maken en waarschijnlijk ook nog een stukje stijver. We gaan andere krengs erin gooien voor je. Andere? Andere krengs, dat zijn waar je trappers aan vastzitten. Oh, oké, ja. Die gaan we een stukje stijver maken, waardoor de kracht die je ook echt zet ook daadwerkelijk in snelheid om wordt gezet. Waardoor je eigenlijk weer sneller wordt. Oké. Ik weet wel dat die fietsen van carbon zijn. Ja, dat zie je al. Of, ja. Wauw. Moet je deze eens voelen. Zo. Voel net of je plastic in je hand houdt. Ja, toch? Dat is een groot verschil, hè, qua gewicht. Dit is nog geen pak melk. Deze pakken we voor Willem. Hier, hou maar eens vast. Wat vind je ervan, Willem? Wat mooi. Is het de allereerste keer dat je aan de fiets sleutelt? Nee, dat niet. Maar trappenstaf vastdraaien is wel voor de eerste keer. Ja? Valt wel mee, toch? Ja, valt mee. Ja, het grote verschil is met de fiets die je nu hebt, ja, de naaf zijn natuurlijk een stukje breder. En dat is dus stijver, wat je ook zei. Dat betekent dat het veel beter opgevuld is. Je wordt meteen ook je hele frame stijver. Stijfheid is snelheid. Ja. Nou, dat willen we zien. Ja. En go! Ja hoor, kijk hem accelereren, die Willem. Wow, gaat dat sneller dan op jouw fiets? Ik denk het wel. Ja? Maar je merkt ook echt als die trapt, elke trap ga je echt dus... Wow. Ja, ook echt, dus elke alles wat je zet qua kracht, voel ik echt dat het om wordt gezet ook echt een snelheid. Dat voel jij gelijk al. Ja. Dat hij anders doet dan jouw fiets. Ja. Oké, het lichte supersonisch stijve fietsje is in de pocket. Maar dat is niet de enige verrassing van vandaag. Jetske neemt Willem mee naar Papendal. Een plek waar topsporters trainen. Willem,
We hebben de verrassing voor je. Je ziet het al, hè? Want hier is de nationale selectie is vandaag aan het trainen. Kom, weet je wat? We gaan gewoon naar binnen. Ze verwachten jou. Willem. Hoi, Willem. Hoi, Jelle. Hoi, Willem. Mijn vraag is, zet je met de lichtere fiets ook een snellere tijd neer? Ja, jullie kunnen het natuurlijk, toch? Kun je wel vanuit gaan. Dus we dachten, van, hebben jullie nog tips voor hem? Van, hoe kan hij nou sneller fietsen? Daar gaan we je mee helpen. Fijn. Ik garandeer dat die rondjes straks sneller gaat zijn dan die vanochtend. Oké. Okay. Nou, heel fijn. Maar sowieso wil je beginnen met een handtekening, ja, toch? Want dat is hem, hè, Willem? Ja. Dat is de grote held, toch? Kan je nog even vertellen hoe het was om die wedstrijd te winnen? Ja, dat was een droom die uitkomt, zeg maar. Net jou, een paar jaar terug, begin je met fietsen en dan in één keer, ja, kijk je tegen die mensen op en in één keer zit je ervoor. Ja. Gaaf, man. Nou, zullen we eens wat gaan doen? Kijken of we die tijd nog kunnen verbeteren. Maar opvalt is die concentratie. Moet je eens kijken. Willem, doe je een keer mee? Is goed. Kom op, Willem. Die kan je hebben. Nijtje, Willem, komt ie. Riders, ready, watch the game. Dat was gaaf, hè? Samen met Nick. Goed, man. Nou, was het niet heel verkeerd wat je net liet zien, maar ik denk dat ik nog één of twee tipjes geef. Wellicht daar weer iets mee kunnen om je tijd te verbeteren straks. Oh. Het één ding waar je eigenlijk maar hoeft te letten met de start. En dat je schouders en je hoofd, alsof er hier een zwembadje ligt aan de andere kant van het starthek. En dat je er overheen wilt springen, hè? Juist, dat je in dat zwembad wilt duiken. Juist. Ja? Ja, dat was een goeie. Oké, riders. Random start. Helemaal goed. Ja? Ja. Niks meer aan doen. Niks meer aan doen zelfs. Top, Willem. Maar daarmee is het nog niet afgelopen hier op Papendal. Ik heb denk ik echt mijn roeping gemist, hè? Ja, ik denk het ook. Willem, zou je deze hindernis willen achterwielen? Talentcoach Rob van Wildenburg, ja, sleutelt ook nog even aan de techniek van Willem. Tja, en ook nog een beetje aan Jetske's techniek. Dat was al aardig. Zodra je het wiel los hebt en je achterwiel overtop je, dan duw je allebei, strek je je benen. Maar mag ik wat vragen? Ga je dan door deze techniek sneller? Ja, je duwt hem als het ware al een beetje naar voren. Ah ja, oké. Okay. Ja, geldt natuurlijk niet voor mij. En de voeten duwen, hè? Ja. Ja. Ja, een stuk beter weer. Goed. Een speciale lichte fiets. Training met de Nederlandse ploeg en Jetske als coach. Nou, dat kan niet meer fout gaan. Oké, Willem. We gaan het opnieuw doen. 48 seconden was vanmorgen je record. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. Denk aan het duiken wat hij zei. En als jij er klaar voor bent... Riders is ready. Watch the game. Zet hem op, Willem! Ga door, Willem! Kom op! Alles gegeven, hè? Toch? 47 seconden. Woehoe! Wil jij weten of je ijs in de smaak makreel kunt maken? Oeh. Blijf dan kijken. Hoi, ik ben Vera, ik ben 11 jaar en mijn vraag voor Willem Wever is: wat is het verschil tussen een pad en een kikker? Schitterende vraag. We zitten hier nu in een gebied waar zowel padden als kikkers voorkomen. En een pad, die heb ik al kunnen vangen in de struiken daar. Hier is hij. En een kikker, die hoop ik hier in het water te kunnen vangen. Het zijn allebei amfibieën. Dat wil zeggen dat ze zowel op water als op het land leven. Dit is dus het ideale kikkerplekje. Een beetje plantjes langs de kant. Ja, zit erin, zit erin. Zit erin. Glad, glibberig. Ja. Ja. Wauw.
kikker. Een mooie bruine kikker. Hallo. Dat is dus de kikker. En de pad. Kikker, pad. Het eerste wat opvalt. En die pad, ja, die heeft wat stompjes. Sorry. Totaal niet atletisch. Die kikker heeft gespierde benen. Lekker lang, moet je zien. En dan ook enorme zwemvliezen. Dan kan die ook in het water weer lekker atletisch snel wegzwemmen. Pot heeft dat ook wel wat, maar ook veel minder uitgesproken. En dan, als we de huid zelf bekijken, hop, zien we de kikker, die nog steeds bij mij is. Lekker gladde huid, zoals je juist al zag. Een hele mooie, gladde, groene huid. Hè, met lange poten. Terwijl de pad, nou ja, dat is niet echt moeders mooiste. Vol vratten. Ruw. Heeft wel mooie ogen, maar je ziet er eigenlijk, als je naast die ogen kijkt, helemaal niet meer zo leuk uit. Er zit een daas. Zo. Oh. Ah. Kikker. Als die een vijand ziet, springt er vandoor. Pad doet het anders. Het is in het begin van het jaar. Pad wordt wakker uit winterslaap. Marter, extreme honger. Juist winter gehad. Komt pad tegen. Fratten, klieren. Bah, vies, vettig. Wegwezen hier. Pad, joehoe. Dus lelijk zijn heeft ook zijn voordelen. Hè, meneer? Zo, wedstrijdje doen. Ik weet op wie ik ga gokken. Oh, kom hier, makker. Let the games begin. Kom maar. Kikker versus pad. Oh, de kikker vertrekt al eerst. Pad komt er ook aan. Oh, de wedstrijd zit erop. Het was niet zo'n groot verschil. Ze gingen er allebei snel vandoor. Maar de kikker toch wel net iets grotere sprongen als die van de pad. Zo, nou, er is wel nog één heel groot verschil tussen een kikker en een pad dat ik nog niet verteld had. En dat is... Nee, die weet helemaal niks. Geen prins of prinses. Sjoerd vraagt zich af. Waarom hadden de vikingen horens op hun helmen? De vikingen leefden in Scandinavië en staan bekend als een plunderend soortje wilde mannen die met hun grote vikingschepen rond het jaar 1000 heel Europa onveilig maakten. Hoewel de vikingen wel van een vechtpartij hielden, waren de meeste van hen gewoon handelaars, ambachtsmannen en ontdekkingsreizigers. Met hun stevige schepen kwamen ze heel ver en bereikten ze zelfs al voor Columbus Amerika. Vikingen zien er heel indrukwekkend uit. Ze worden bijna altijd afgebeeld met grote hoorns op hun helmen. En hoe machtiger de man, hoe groter zijn baard en de hoorns. Maar het is niet erg waarschijnlijk dat de vikingen werkelijk zulke helmen droegen. Ze zijn tenminste nog nooit gevonden. Germaanse stammen die lang voor de vikingen in het noorden leefden, droegen bij ceremonies wel hoofddeksels met hoorns. Ze hadden zelfs hele geweien en vleugels op hun helmen. De grote componist Richard Wagner liet zich in de 19e eeuw door deze stammen inspireren toen hij de opera Die Walküren schreef, waarin vikingen voorkwamen. Hij gaf de spelers baarden, lang haar en helmen met hoorns. En dat paste precies in het beeld dat de mensen hadden van die woeste, ruige mannen. Vond jij deze animatie ook leuk? Ga dan naar de site, want daar staan er nog veel meer. Heb je tong goed gepoetst? Ja. Staan je smaakpapillen helemaal op scherp? Helemaal. Weet je het zeker? Ja. Klaar om te proeven? Ja, helemaal. Let's go. Dit is Carmen. Zij is 11 jaar, houdt van tennissen. Oeps. En is dol op toetjes. Yummy. En goochelen kent geen geheimen voor haar. Dank u wel. Wauw. Alsjeblieft. Hey, Eschwet. Hey, Carmen. Ja? Volgens mij is dit een ideale plek om jouw vraag te beantwoorden. Ja, helemaal. Want wat is jouw vraag? Kun je ijs maken van alle smaken? Zie je die meneer daar? Ja. Weet je wie dat is? Nee. Dat is Kees Raad. Dat is de allerbeste ijsmaker van Nederland.
de ideale persoon om jouw vraag te beantwoorden. Hè, Kees? Yes. Zou je ons kunnen helpen? Tuurlijk ga ik je helpen. Kees, wat heb je lekker ijs, man. Hoe werkt smaak eigenlijk in je mond? Nou, smaak is opgebouwd uit zoet, zuur, zout en bitter. En als die alle vier in een hele mooie balans zijn in je mond, dan is iets heel erg lekker. En als je één van die onderdelen niet aanwezig is, dan is het wel lekker, maar niet heel erg lekker. Dus die vier dingen zitten in aardbeienijs. Ja. Als er één ding niet in zit, dan proeft het niet als aardbeienijs. Dus het is eigenlijk een soort kleurenpalet. Ja, kleurenpalet. Je doet allerlei verschillende kleuren bij elkaar om uiteindelijk een bepaalde kleur te krijgen. In je mond. Wow. Ja. Hoe maak je nu eigenlijk een nieuwe ijssmaak? Ik zie daar flesjes bier. Twee jongens die bier maken hadden mij gevraagd of ik bierijs kon maken. Bierijs? Bierijs. Alcohol zit er nog in. Dus in principe komt het erop neer dat je overal ijs van kunt maken. Lekker, ja. Dus je kan ook spruitjes ijs maken? Oh, als je ze goed kookt wel, ja. Niet te zacht, niet bruin koken. Beetje knapperig. Dus wij kunnen eigenlijk zelf een ijssmaak bedenken? Ja. Nou, je weet nu alles van smaak. Ik stel voor dat we straks ijs gaan maken. Ja. Maar dan moeten jullie eerst boodschappen doen. Ze mogen zelf bepalen wat we kopen. Alles. Alles. Nee, komt goed, Kees. Dat zou. Ik weet wat. Weet je wat we gaan kopen? Nou. Yes. Ja. Zo. Yes. 4. Olijven. Ja, olijven. Meenemen. Zo. Appeltaart. Appeltaart, ja. Appeltaart. Yes. Koeken. Nog één. Mogen wij wat limoenen? Alsjeblieft. Bedankt, hè. Tot ziens. Een verse makreel? Ja. Ja, top. Alsjeblieft. Mag jij hem in het karretje? Ja, makreel. Ja, in het karretje. Yes. Gaan we die kant op. Kees, we hebben boodschappen gedaan. Ik zie het. Wat kunnen we hiervan maken? Avocado met limoen. Zo. Bij elkaar? Ja. Vind jij dat een goed idee? Ja, ik vind het wel. Het is apart, maar misschien wordt het wel lekker. Ik zie makreel. Makreel, ja. Ja, die. En garnalen. Roze koek en appeltaart. Dus roze koek en appeltaart? Ja. Oké. Okay. En nu we de basisingrediënten in huis hebben, moeten we natuurlijk wel eerst weten hoe je ijs gaat maken. Basis, recept, suiker, water, ingrediënten. 600 gram water. 300 gram suiker, 50 gram druivensuiker. Er bestaan verschillende soorten ijs. Sorbetijs wordt met water en suiker gemaakt. En daarbij kan de avocado die Eschewet met verfijnde snijtechniek klein heeft gehakt. Wordt dit nou sorbet of roomijs? Dit is sorbet. Sorbetijs, ja, oké. Sorbet. En dan gaan we nu basis maken voor het roomijs. Vanillestokje erbij. En dan laten we deze heel warm worden. Kees. Heb je nou wel eens ijs gemaakt wat echt ontzettend vies was? Ja, dat was ijs met gefermenteerde kaas. Oh, Kees. En ik heb een keer ijs gemaakt met gefermenteerde haring. Kees! Heel, godver. Vond het zelf ook niet lekker. Kees! Het was een experiment. Hey, dat wil ik het ook. Zo? Zo een beetje verfrommelen? Kees? Ja? Hebben we nog een makreel? Ja. Ja, die gaan we gewoon even plukken. Deze er ook bij? Ja. Ja, we doen niet alles erin. Hij heeft het te zwaar mee, hoor je dat? Dit wordt makreelijs? Ja. Dan gaat de makreelijs, Carmen. Wordt het lekker? Nou, ik hoop het. Zo, en nu wachten. Ja, Eschewet, het opsmikkelen van een ijsje gaat een stuk sneller dan het maken. Machine eraf. Klep eraf. Het lijkt wel pistas. Ja.
Kees, wat is nou het geheim van echt lekker ijs? Ja, dat is voor iedereen verschillend, maar wat ik zelf belangrijk vind is dat ijs niet te zoet is. Makreelijs, is hij klaar? Die wil ik wel een hapje van. Ik wil als eerste. Oké. Nee, hoor. Dit is makreelijs, hè? Ja, makreelijs. Oké, let's go. Godverdomme. Oh, echt lekker. Dit is de appeltaart roskoek. Appeltaart roskoek? Ja. Er moet nog een beetje garnituur overheen. Kijk. Carmen, welke is het lekkerst? De appeltaart roskoek. Ja? Ja. Dat is hem geworden? Ja, dat is de winnaar. Wauw. Dan gaan we die maken in de winkel, in het groot. Want deze komt in de winkel. Voor het echie? Voor het echie. En ga je hem ook echt verkopen? We gaan hem echt verkopen. Echt waar? Dat is stoer. En terug naar de winkel, want daar staat een ijsmachine die liters appeltaart roze koekenijs kan maken. Dit is hem. Ja. Wat denk je? Dit is lekker. Kees, ik heb een heel goed idee. Carmen, is je vraag beantwoord? Ja, helemaal. We gaan het ijs verkopen. Jullie gaan het ijs verkopen? Ja. Top. Kees, wij komen vanmiddag terug met een lege bak. Ja. En een bak vol met geld. Dat proberen we. Zie je nog wel. Hoi, ik ben Willemijn. Ik ben 11 jaar. En mijn vraag aan Willem Wever is... waarom doen mijn oren soms pijn als ik vlieg? Ja, vervelend, hè? Ik heb zelf net gevlogen. Ik heb er ook altijd heel veel last van. Het duurt bij mij soms dagen voordat mijn oren weer een beetje normaal zijn. Kijk, dit is een dwarsdoorsnede van het oor. Hier zie je zo de buitenkant van het oor, je oorschelp. Hier komt het geluid. En dat geluid gaat je oren in, gaat zo, hup, door je gehoorgang heen. En op een gegeven moment komen die trillingen, want dat is geluid, tegen je trommelvlies aan. Nou, je trommelvlies zet die trillingen over naar de gehoorbeentjes. En die gehoorbeentjes brengen de trillingen dan weer over naar het binnenoor. En dat ziet eruit als een slakkenhuis. En de trillingen in het slakkenhuis, die worden omgezet in signaaltjes die naar je hersens gaan. En je hersens vertalen dat als geluid. De pijn die je voelt in je oor bij het vliegen, die wordt veroorzaakt door het middenoor. En het middenoor, dat is een luchtdicht kamertje. Aan de ene kant wordt die afgesloten door het trommelvlies. En aan de andere kant door de buis van Eustachius. En dat is een gangetje wat normaal gesproken dicht zit. En die loopt van je middenoor zo helemaal naar je keelholte toe. Maar daar komen we straks op terug. We staan hier in het middenoor. Nou, in het middenoor, daar heerst een bepaalde luchtdruk. Als je het vliegtuig aan de grond staat, is er eigenlijk niks aan de hand. Dan is de luchtdruk overal gelijk. Boven in de lucht is de luchtdruk een stuk lager. Dus als het vliegtuig nou gaat stijgen of als het vliegtuig gaat dalen, dan ontstaat er een drukverschil. Nou, stel je even voor dat dit het middenoor is. Dit is dat luchtdichte kamertje waar we het over hadden en hier is het trommelvlies. Nou, als het vliegtuig nou gaat stijgen, dan zie je dat het trommelvlies boller komt te staan. Komt meer druk op te staan eigenlijk. En andersom geldt het ook, als het vliegtuig gaat dalen, dan trekt het trommelvlies helemaal in. Ik had het net over de buis van Eustachius. Nou, ik sta er dus middenin. Deze buis die zorgt ervoor dat als de druk in het middenoor te hoog wordt, dat hij weer gelijk komt. En dat doet hij door open te springen. Eigenlijk als een soort ventieltje. Lucht komt erin of wordt eruit gelaten. Wordt ook wel klaren genoemd. Jammer genoeg werkt de buis van Eustachius niet altijd even goed. Als je verkouden bent of je hebt een oorontsteking, dan raakt die buis verstopt met vocht en vuil. Dan kan de druk dus niet goed geregeld worden. Je trommelvlies gaat bol staan door die druk die erop zit. En die stuurt een signaal naar boven dat de druk snel eraf moet. Dat gaat pijn doen. Maar wat kan je doen om het te verhelpen? Misschien wel te voorkomen dat je pijn in je oren krijgt. Nou, er zijn wel een paar trucs voor. Je hebt bijvoorbeeld speciale oordopjes die je kan indoen. Die helpen om de druk in je middenoor te verlagen. Nou, je kan ook een gewone neusspray meenemen. En je hebt ook nog bekertjes waar je warme, vochtige watten in doet. En die gaan dan zo, hup, op je oren. En als dat allemaal niet helpt, is de meest eenvoudige oplossing vaak de meest simpele. Eet een kauwgompje. Een kuntje goed slikken en anders lekker goed gapen. Oh.
Heb jij ook een typische Willem Wever-vraag en wil je samen met mij of Eschewet op zoek naar het antwoord? Stuur dan je vraag in via willemwever.nl. Doei!